Zullen we met de treinknecht beginnen? Uh, ja, want ik vind wel. Hij loopt hier uh, toevallig net voorbij natuurlijk, maar uh, onderdeel van ons team. En hij vindt altijd dat hij een beetje achtergesteld is ten opzichte van. En in dit geval win je thuis, dus ik vind dat uh, de treinmeester, ondanks het veld, uh, fantastisch is vandaag. Uh, Alles is fantastisch, neem ik aan voor, ju voor jullie. Als je wint wel, uh, maar de manier waarop is weer een ander verhaal, denk ik. Vorig jaar verliezen jullie hier van Zeeuvel, de nieuwkomer Seilvolde met. 2-0. Uh, vandaag een hele andere wedstrijd? Uh, ja, van onze kant wel. Aan de andere kant denk ik, uh, vorig jaar hebben we hier terecht verloren. Uh, en we weten hoe ze vullen speelt. En, en het is te bespelen, maar gewoon een hele lastige ploeg. En wij hadden bij voorbaat natuurlijk al uh, voor vandaag uh, dat je hier niet zomaar uh, met de punten wegloopt. Dus wat dat betreft is voor ons nu wel. Ten opzichte van vorig jaar wel een, een stapje ja, extra of meer gemaakt. 13 punten. Ja, dat is ook uniek. Voor mij althans. Uh, ja, gewoon lekker. En uh, Je hebt gewoon een goede start. En een goede start is de halve werk. Uh, en in dit geval voor ons is het uh, heel erg belangrijk. ja. Een wedstrijd van heel veel momenten. Ja, nou ja, goed. Als je uh, snel gaat analyseren, natuurlijk, nu zit, zit je nog vol emotie. En het is natuurlijk uh, makkelijk praten als je wint. Ik vond over het geheel uh, dat we wel de meeste aanspraak hadden over overwinning. Maar er zijn wel cruciale momenten geweest uh, in ons voordeel waar we uh, deze wedstrijd toch naar ons toe trekken. Eerste helft, twee doelpunten. Misschien stond de organisatie van Silvolden niet helemaal terecht. Dan ga je rusten met een 2-0. Een penalty, een kans op 3-0. En dan slaat eigenlijk de wedstrijd om. Ik dacht van Silvold, er gaat hier nog minimaal met een puntje naar huis. Nou, maar dat is het gevaarlijk natuurlijk als een, een, een goede ploeg als ze volden. Kijk, want uh, ze zijn natuurlijk na die 2-0 voor ons in de laatste vijf minuten, zeer zeker in de eerste helft, uh, echt gaan jagen op die, die, die aansluittreffer. Nou, valt die 2-1, dan krijg je het echt nog heel lastig, denk ik. En die valt gelukkig niet. Nou, je hebt natuurlijk wel die penalty. En daar kun je als ploeg als ze natuurlijk ook je motivatie uit halen. Normaal gesproken, is je, als je zo'n bal mist, dan uh, ja. Krijg je toch een, uh, een stukje extra adrenaline, of zo kan het zijn. En dan, dan zou het moeilijk krijgen. Maar in dit geval uh, gebeurt het niet. En uh, ja, maken we de 3-0. Einde oefening? Uh, voor mij niet, althans. Maar uh, voor deze wedstrijd wel. En ik kan me wel voorstellen, ook uh, van Zulfolders kant, uh, dat er bepaalde beslissingen zijn genomen die niet in het voordeel zijn van Zulfolder. Uh, van maar ja, wij hebben... Wat doe je dan op? Nou ja, goed. Ik bedoel, een, een, een bal die, die afluidt uh, in een aanval. Ja, met een, uh, een, een overtreding aan de andere helft van, de, van het veld. Ja, dat is toch een, een, een scoringsmoment voor Servolde. Kijk, en dan blaast hij af. Daar stond ik van te kijken. Maar, ja, maar goed, maar dat, dat zijn cruciale momenten waar een, uh, een, 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 ja, een wedstrijd ook kan kantelen. Eerste helft wel of niet buitenspel? Niet buitenspel. Ik ga hem terug. Nou, dat is in ieder geval een uitdaging voor ons redactieteam. Om die cruciale momenten, waarvan ik denk dat het heel bepalend voor deze wedstrijd is, om niet terug te, te kijken. Uh, ja, daar ben ik helemaal mee eens. Maar wij spelen wel altijd op het randje van. Uh, zo ken ik ze vol ook. Uh, ook tegen de laatste linie uh, gedurfd, gewaagd voetballen. Ja, en dan is het altijd koffiedik kijken. En het is voor een grens natuurlijk wel heel lastig. Hè? Het is momentopname, op dat momentopname. Moet hij meelopen? Ja, altijd. Denk ik. En uh, als je daarop doelt, weet ik niet of hij uh, heel veel meegelopen heeft. Ik, ik denk het wel. Maar dat moet ik terugzien.